Robby Müller is geen regisseur, maar is een cameraman, zoals we dat in gewoon Nederland zeggen. Maar eigenlijk is hij een cinematographer of een DOP, een director of photography. En hij heeft eigenlijk aan de basis gestaan van het hele soort begin van de onafhankelijke auteurscinema in Europa in de jaren 70, maar later ook in Amerika. En heeft in begin jaren 60 in een van de eerste lichtingen van de Filmacademie gezeten met mensen als Pim La Parra, Wim Verstappen, Jan de Bond, Frans Pomet. Hoe maak je een tentoonstelling waarin het publiek duidelijk maakt dat het hier gaat om de DOP, om de cameraman en niet om de regisseur, ook al is dat natuurlijk altijd een samenwerking. I have no systems, no ideas how it should be done. I find it on the set. So it's like with the script, I even can shoot on the set. I can accept shooting on the set, I even don't know. I've never seen before. Dus in het begin van de tentoonstelling laten we zien dat hij in dat Amsterdamse milieu zat. En hebben een aantal fragmenten gekozen van experimentele films die in die tijd gemaakt werden. Want die lichting van begin jaren 60 was eigenlijk de eerste generatie filmmakers die heel erg weg wilden van om eigenlijk de ouderwetse studiofilmen. Vroeger werden speelfilms natuurlijk altijd in de studio opgenomen. Maar dit waren mensen die eigenlijk de straat op wilden, die weg wilden van dat starre systeem. Die zoiets hadden, we willen veel meer de realiteit grijpen. En Robby hoorde bij die generatie en je ziet ook in zijn werk, zeker in het beginwerk, maar eigenlijk ook in al zijn werk, dat hij inderdaad bezig was om in die realiteit te werken en liefst niet in een studio te werken. Er zijn een aantal belangrijke samenwerkingen geweest voor Robby Müller. En we dachten, het is interessant om te focussen op die regisseurs en via hun het verhaal over Robby Müller te vertellen. In 1968 werkte Robby Müller als cameraassistent aan een film. En op diezelfde set is een hele jonge Wim Wenders, die dan nog op de Filmacademie in München zit, die daar een soort assistent is, een soort opnameleider en er ook een klein rolletje speelt. Nou, wat gebeurt er? Robby Müller en Wim Wenders raken bevriend. En Wim Wenders vraagt Robby Müller van gods, wil jij niet mijn eindexamenfilm maken? Dus Robby Müller draait de eindexamenfilm van Wim Wenders. En daaruit ontstaat eigenlijk een levenslange vriendschap. En dat ze samen eigenlijk ontdekken hoe dat gaat. Hoe zo'n relatie ook tussen regisseur en cameraman kan zijn. On the Girlies Anxiety, we really for the first time had a real crew and tracks, a schedule of 4 weeks, which seemed like an eternity, and we're shooting the whole film on location. In the script, it was just 2 lines. And we both didn't know that this was gonna be, these 2 lines was gonna be our initiation to the road movie. We didn't know. Het verhaal is eigenlijk dat ze van die 2 regels script maken ze een 10 minuten stuk film waarin ze op alle mogelijke manieren dat verhaal vertellen van die man die in beweging is, die uitstapt, die in een café binnengaat, die naar een jukebox gaat, die weer in een bus stapt. Normally, DOPs correct any fluorescent lights that are in the set because some of them have horrifying false colors and you have daylight and out of a sudden you have a red room or you shoot with tungsten and other and you have a neon light that makes everything green. And Robby said, we're gonna keep them all. We're gonna keep all the defaults. And we actually quite often planted the false lights, the green, the poisonous green neons that you see all through American Friend. And even when we did the color correction in the lab, they wanted to correct it all the time. And Robby had to fight to keep it and said, no, that's, we want that. Sorry guys, but it's beautiful that you're showing us that you can take it out again, but we want it in, you know? And that was a very, very special look to American Friend that the things that other people took out as mistakes, we used it as a virtue.
Dus je krijgt allemaal fragmenten naast elkaar die laten zien hoe bepaalde scènes in beeld gezet zijn. Op die verschillende schermen zie je bijvoorbeeld bij Jim Jarmusch het beroemde, zeg maar, loodrechte tracking shot, waarin de camera in een soort hoek van 90 graden ergens langs een straatkant gaat of langs een in een moeras heel langzaam glijdt. Dus je hebt allemaal manieren hoe Robbie Mueller een soort tracking shot ontwikkelt die heel specifiek past bij de sfeer die Jim Jarmusch in zijn films wil hebben. You know, the way he lights a scene is relative to the kind of mood of that scene, the intention of the scene. So what's happening between people in that scene emotionally will give him a clue to how he wants to light it. And he was always with me very open about it and would talk about what he thought and see what I thought, you know. But mostly I deferred because I knew it's Robbie Mueller. He's going to make it look incredible. To me, making a film is telling a story that I've written and working with actors and capturing it on film in a way that can be edited. But I was pretty naive and not very experienced. And Robbie taught me that, first of all, the most important thing is the feeling of the story. And what is the story? What is its feeling? And the second thing are the characters. And these are the people that inhabit the story and through whom we tell the story. And really the third thing is the imagery and how that relates to those things. So he said those things have to grow out. And a lot of this weren't things Robbie sat down and told me. They're things that he taught me as we worked. Andere samenwerking die heel belangrijk is voor Robbie Mueller is met Lars von Trier, een Deens regisseur die Dogma mede geïnitieerd heeft, Dogma 95, waarin hij eigenlijk af wilde van alle bestaande regels en regelgeving die je in de speelfilmindustrie had. I think I was spoiled by Robbie in that sense that he didn't, you know, put technique on top of everything. For him it was also important to make the film and to create, of course, an atmosphere in the film. De vierde samenwerking was met een hele jonge Steve McQueen in 2002. Die toen eigenlijk nog alleen maar een beetje bekend was in de wereld van de beeldende kunst. Maar zeker niet in de filmwereld. En die vroeg van, God, wil je met mij samenwerken? I rang him, said hello, my name is Steve McQueen. And it would be wonderful if I could meet you. And then we sat and talked. And it was kind of funny because it all came out from me. Little to my knowledge that when he went back home that night, he spoke to Andrea, his partner, his wife, and said, I just met this guy. He's called Steve McQueen. And I didn't actually understand a word he said, but I want to work with him. So that was wonderful. He said, I didn't understand what he said, but I want to work with him. And that's very much Robbie, because Robbie, I think with Robbie, it's very much about energy and, you know, the senses and who you are in a way that is not so obvious. It's kind of like a smell or a taste or a sound. It's other things that I think he's attracted to with people. And that's why he's such an amazing artist. Robbie was een van die mensen die vanaf het begin van de hele simpele huistuin en keuken videocameraatjes, digitale cameraatjes, daarmee gewerkt heeft. Die echt constant van alles vast heeft gelegd. Daar hebben we een mooie selectie uit kunnen maken. Allemaal verschillende onderwerpen hebben we bij elkaar gebracht, waarop je heel mooi ziet hoe iemand als Robbie Mueller naar de werkelijkheid kijkt. Daarnaast hebben we ook nog heel mooi, dat zijn een aantal fantastische Polaroids die Robbie Mueller gemaakt heeft. En waarin je ook natuurlijk heel mooi ziet hoe die ontzettend gevoelig is voor het licht wat ergens is.